De Nationale Assemblée heeft gisteren de wet notarisambt met algemene 29 stemmen goedgekeurd. 5 oppositieleden hebben ook meegewerkt aan de wet. Waarnemend DNA-voorzitter Melvin Bouva sprak zijn genoegen uit over de nieuwe wet die volgens hem beter aansluit op de behoeften van de samenleving, de uitoefening van het ambt en beter past bij de tijd. Hij voegde eraan toe dat er hard is gewerkt om de wet aan te passen. Goed, dan hebben we een wet. Voordat ik u niet alleen maar feliciteer en bedank, moet ik natuurlijk voor de orde en de goede orde natuurlijk ook aantekenen dat zoals gebruikelijk de juristen en deskundigen van DNA, ondersteund door de overige natuurlijk, de nodige taaltechnische aanpassingen en de verwijzingen, waaronder de vernummeringen, dat de ruimte bestaat om natuurlijk met u, zonder uw bezwaar dan, om dat alsnog te doen. Dus het zijn geen inhoudelijke aanpassingen, dan wel taaltechnische aanpassingen en verwijzingen. Dan wil ik hartelijk feliciteren de initiatiefnemers en in het bijzonder de voorzitter, die met alle gedrevenheid natuurlijk de wet heeft voorbereid. Met de overige initiatiefnemers natuurlijk. De wet is er eindelijk door. Er is hard aan gewerkt, hard getrokken. Suriname heeft natuurlijk nu een wet, notarisambt 2019, dat beter past bij de tijd, dat beter aansluit bij de behoeften voor de samenleving aan een goede dienstverlening, maar natuurlijk ook een wet dat beter aansluit bij de uitoefening van het ambt van notaris. Initiatiefnemer en DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons is enorm blij met de aanname van de wet. Voor haar is belangrijk dat de samenleving wordt beschermd tegen corrupte notarissen. Ik bedank vandaag die leden die hun verantwoordelijkheid naar het volk van Suriname hebben getoond, ongeacht waar ze zitten, om deze wet vandaag aan te nemen voor Suriname. En ik weet wat ik zeg en ik zeg het heel bewust. Laat iedereen weten dat wanneer je zo'n belangrijke wet aanneemt, we hebben hier gesproken, niet één dag, burgers worden in problemen gebracht doordat bepaalde zaken niet geregeld zijn. Deze wet is een wet die echt ons helpt, niet alleen om de kandidaat-notaris te helpen doorstromen, maar ook om voor burgers meer zekerheden in te bouwen. Dat hoor je hier te zien. Sorry. En de leden die zijn gebleven, die al hun bijdrage hebben geleverd, die al hun moeite hebben genomen om de kritische punten aan te halen. Ik dank jullie allemaal namens het volk van Suriname. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren na de aanname van de wet notarisambt in het parlement. De wet is aangenomen met algemene 29 stemmen.